Hallo mensen, daar zijn we weer. Let's play Dead Space 1. Ik ben een beetje laat met deze aflevering, want ik heb hem net opnieuw helemaal moeten installeren. Het spel op de computer is een beetje sloom. Het gaat wel weer beter uiteindelijk, maar ik heb het al een aantal weken niet meer gespeeld. Reden is onder meer omdat ik Windows opnieuw heb geïnstalleerd. Dus het is allemaal nog een beetje... Ik moest alles weer opnieuw instellen. Het duurde even wat langer. Oeh, nice. Eén pak. Dat zijn volgens mij rescue pods. Nou, hè, kijk eens aan. Dan krijgen we een heleboel gelul, dus dan moeten we even wachten. Isaac. Damn, you scared me. The place is making me jumpy. Fucking asteroids coming through the roof. Look, I know Kendra doesn't trust me, but I don't know anything about a marker or anything else. This is supposed to be a repair mission. Plain and simple. This mess is the asteroid defense system. I can fix these boards, but the main power routing is shot. You're gonna have to reroute them manually through at least 3 junction boxes to activate the primary cannon. Oh, but first, you need to activate the atrium elevators from bridge security. You can use them to get to the junction boxes. Great. By the way, Isaac, be careful. I saw something out there. I don't know what. I only got a glimpse. But it was big. Really big. Oh ja, zo moet je heel laden. Ik heb al een paar weken niet meer gespeeld, dus ik moet er even in komen. En waar moet ik nou heen? Kut, hoe dek het ook alweer? Oh ja. Cool. Shit! Stand back! Well, that one was dead when I sealed the pod. These things don't die easily. Als ik me niet vergis, gaan we daar nog last van krijgen. Iets lekkerder tijdens de vorige keer. Ik zal even 7 trouwens. Dit is de oudste zo te zien. Ja. Yes. Oké. Okay. Nou, dit wordt op zich wel een interessante missie. Want... Dus ik moet daarheen. Oké. Okay. Eerst gaan we nog even wat bezoek krijgen, want dat kijk je natuurlijk. Ja. Yeah. Blijft nooit bij één, toch? Ik heb hem al dood, dankjewel. Kijk, dat is netjes. Isaac, make us whole again. Oké, that's creepy. Atrium elevators are now online. Oké, daar moeten ze blijkbaar heen. Maar hier zitten leuke dingetjes. Nou, dat moet ik niet steeds doen, deze. Daar ging het om, ja. Oké. Oh, die kan ik leuk. Incasseren. Nooit weg. Hebben we al die power nodes? Ik weet het niet eens. Ik heb er 2. Oké. Okay. Cool. Wat zal ik eens even upgraden? Ze kunnen allemaal wat gebruiken, maar laten we het eerst maar eventjes op deze houden. Reload. Ik heb liever even een hogere damage. Ah, een beetje schelpen.
uiteindelijk ga ik ze allemaal vullen. Je weet me nooit. Eeuw, uit de weg. This is mutiny. You'll all be tried for mutiny. Kai, make them listen to reason. Settle down, man. Hold him. By maritime law, article 5469, I hereby declare Captain Benjamin Matthias unfit for duty. The marker must be delivered to the church. Terence, please. I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. Traitor. Heretic. Hold his head. Murderer! Hold him. Okay. Dead. No, it was an accident. I had to stop him. Arrest the doctor. Creepy. Okay. Nog meer credits. We komen vast wel een store tegen straks. Nou ja, laat maar. Meestal is er een safe station is dit geen goed teken. Want dan betekent dat er iets kan gaan gebeuren. Even zien de oudste eerst. Dat is die. Nee, die niet. Contact beam. Nee. Voorraad. Dat heb ik allemaal op zak. Dat nieuwe kostuum wil ik wel. Dan kun je meer spullen bijdragen. En je kunt met die power notes ook upgraden. Oké, maar ik kan hier ook in. Er is vast wat te halen. Dat is in ieder geval iets. Oh, dat vind ik helemaal niet leuk. Oh, netjes. Auw, shit. Ik wist dat het ging gebeuren en toch schrok ik ervan. Zo net zag ik een medpack liggen volgens mij ergens. Die kon ik niet pakken. Nu dus wel. Nee, die niet, maar... Medpack. Deze. Oké. Dan heb ik ook de ruimte voor deze. Kijk eens aan. Ik weet niet wat het is, maar we kunnen er in ieder geval wat geld krijgen. It looks like some of the gravity plating is malfunctioning. Keep an eye out for any kind of distortion effect coming from the floor. Oh, it could be dangerous. Dit is... Kijk. Ik weet niet of je kunt zien. Maar die gaat zometeen... Oké, waar zit hij dan? En die muziek die er ook bij wel gedaan, hè? Ze willen gewoon dat je er een schrik effect aan overhoudt. Oké.
En zo werkt dat dus. Daar mag je dus niet lopen. Uitzoeken, maar je komt er wel. Gewoon er omheen lopen. En daar. Wat? Oh, come on. Ja, ik kan er nou niet bij. Daar kwam ook nog eentje aan. Cool leren. Credits. Nooit weg. Medpack, nooit weg. Die is vol. En toe. Ik kan hier helemaal niet langs. Oh. Oh. Oké. Okay. Blijkbaar heb ik dat nodig. Oh, dat geluid bevalt me helemaal niks. Tijd bijhouden. Tijd samen. Waar moet ik heen, jongens? Volgens mij niet hier langs. Volgens mij moet ik hier wijzen. Redelijk zeker dat het de goede kant is, maar... Redelijk zeker dat het ook vol is. Oh, fuck! Die, motherfucker, die. Shit. Hey, wel even een power nodig. Nou weet ik ook waarom deze... Waarom mijn stasis zo nodig moest worden geüpgraded, want... Tol leren, zeg. Dat vond ik niet lief. Rerouted. I'm making some progress with the tracking grid. One of the cannons is giving me a hard time. Keep moving. Okay. Kan ik hier ook langs? Neem aan dat ik terug moet. Ja. Okay. Deze heb ik weer even bijgevuld. Kijken. Ik weet niet wat ik nou voor geluiden hoor, maar het valt me niks. Wow, best hoog. Oké, volgens mij had ik mezelf bijna dood. Nou ja, niks aan te doen.
heb steeds het gevoel dat ik iets tegen ga komen hier. Dat was niet wat ik bedoelde. Cool, hier, jongens. Ja, het zal wel. Maar hier kan ik ook in. Waarom kan ik hierin? Oh, daar ben ik al geweest. Dat is die storage room. Oké. Oh, safe. Dat ga ik even doen, want daar ga ik ook deze aflevering mee afkappen. Want daar zitten we ook een kwartiertje. Dat is te doen. Nou, mensen. Even kijken. Even deze doen. De oudste weer eventjes. Zo. Mensen, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.